Vandaag wagen wij ons in het koude water tijdens de nieuwjaarsduik in Zeewolde. En we zijn op Urk. Jacob heeft het over de nieuwe alcoholwet. Ja, wat vinden wij daar nu van? Dit is Beneden Pijl. De nieuwe alcoholwet. Ja, vanaf 1 januari 2014 is het dan zover. Vanaf tot 18 jaar mag je geen alcohol en geen tabak meer kopen. Nou, echt wel een... De meeste mensen vinden het een vreemd iets. Vandaag zijn we dus dan op Urk. Onze locatie gaan we een filmpje maken voor Beneden Pijl. Tony van Veldhuizen, eigenaar van een slijterij. Die heeft natuurlijk ook veel te maken met de nieuwe horecawet. Ja, wat merk je bij jou in de winkel? Nou, het is nog vroeg. Het is net ingegaan. Ja. Kijk, het maakt mijn werk in principe makkelijker. Want we hadden voorheen te maken met twee leeftijden. 16 en 18. En nu is alles 18. Dus op zich is het makkelijker. En wat is je eigen mening van de wet? Ja. Ik vond het wel goed zoals het was. Ik bedoel, vroeger mocht ik alles aan. Ik ben er niet eerder door gaan drinken, om het zo te zeggen. We zitten nu gezellig in een kroegje en we vragen gewoon eens even de mensen wat ze hier vinden van de nieuwe alcoholwet. Nou, wat vind jij ervan? Nou ja, ik vind het wel een goede zaak. Ik heb wel begrepen dat als je 17,5 bent en al vanaf je 16e drinkt op bier in bar. En het mag dan in één keer niet meer. Dat het dan wel kut is mezelf. Dat je niet meer, dat niet meer mag. Nee, dan moet je praten onder of zo. En geldt ook voor tabak? Wist je dat? Geldt ook voor tabak? Ja. Nou, dat zal aan heel mezelf. Nou, dan je bent tegenwoordig je eigen leven in dienst, maar bepalen. Waar gaat dat dan over? Ja toch? Ja. Dus jij vindt zeg maar dat alles voor je beslist wordt hier in Nederland? Ja, dat wordt beslist voor je. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 21. 21. Ik denk dat de keuze gewoon aan jezelf moet zijn. Ja, dat kan. Je bent voor jezelf verantwoordelijk. Dus, En hoe oud ben jij dan? 19. 19. En heb je misschien vrienden die wat jonger zijn dan 18? En daar zit hij. 17. 17. Ja. Dus, officieel wel. Ja. En niet officieel? Wat? Hoe oud ben je niet officieel? 16. 18, zoals het nu hoort te zijn. Oké. Maar jij drinkt nu dus gewoon eigenlijk een biertje, terwijl dat niet mag. Wat vind jij nou van die nieuwe alcoholwet? Ja, ik vind het een beetje onzin, want zoals neef al zegt... Neef? Ja, neef. Ik vind het een beetje onzin. Beetje onzin? Ja. Waarom dan? Ja, wat bepaald voor... Kijk, onder de 16, oké, dat vind ik dan wel een goede regeling, maar... Ja. Nou, onder de 18, dat is een beetje te ver van het. Dat houd je toch niet tegen, want dat wordt toch wel gedaan. Kijk, ik zit er al 3 jaar, hè? Je zit er al drie jaar. Ja. Dus wacht even, toen je 15 was al. Ja. Zat je eigenlijk ook al fout? Toen zat ik ook al fout, ja. Want je rookt ook? Ja, dat klopt. Dat mag dus eigenlijk dan ook nu niet meer, hè? Eigenlijk niet. Stotelijk. Ja. Tot op de hof. Wat man, jullie kunnen hier lezen. Straks zie je het vervolg van Jacob en Julian op Urk. Maar nu eerst gaan we even een frisse duik nemen in Zeewolde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Urk, waar Julian en Jacob inmiddels in het restaurant zijn. Restaurant-eigenaar Klaas, daar zitten we nu mee. Hoe heeft het invloed op jouw horecabedrijf? De nieuwe alcoholwet. De nieuwe alcoholwet? Geen. Heb geen invloed op ons. Hier komen alleen maar mensen boven 18. Oké. Okay. En wat denk je wat de jeugd zich van aantrekt? Helemaal geen niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Ik wou wat anders zeggen, maar nee, die doen er niks aan. Die drinken een beetje thuis gaan indrinken. En die komen de kroeg even goed wel in. Want, of noem iemand van 18 een borrel voor ze koopt. En die geeft de marge of wij geven de marge. En wat is jouw eigen mening over de nieuwe alcohol en tabak? Want het geldt ook voor tabak. Tabak, ja. En alcohol, een beetje onzinnig. Kom op, zeg. Het gaat al jaren goed. Dus laten we gewoon lekker doorgaan zoals we deden. En schaf af je die wet. En doe je er nou ook echt wat mee? Tref je maatregelen voor hier zo? Stel dat er iemand van 17 binnenkomt. We hebben hele grote maatregelen getroffen. Ja, echt niet normaal. We hebben 2 stickers op de deur geplakt van niks is de afspraak. Oké, okay, nou dat is wel duidelijk hier dan. Hier mag dus absoluut niet gedronken worden onder de 18. Zeg Laura, mag ik even 2 biertjes halen? Mag ik je idee zien? Want ik wil hier graag niet nog je al 18 binnen. Oh, sorry, ik heb hem niet bij me, schat. Helaas, dan kan ik je geen bier geven. Oh, creatief. Sorry. Kom ik er ook nog op hier? Zo, de bitter. We staan naast Menno. En hoe oud ben jij, Menno? Ik ben 17. 17. Nou heb je een nieuwe alcoholwet. Je mag per 1 januari mag je dus niet meer tot je 18 drinken. Wat vind jij er nou van? Nou, ik vind dat dikke onzin. Oké. Okay. Want ik mag dan nou wel anderhalf jaar drinken. Ja. En dan in één keer, dan mag ik voor een half jaar niet meer. Ja. Zal toch naar erop. En rook je ook? Nee. Nee, dat doe je niet. Nee. Dus, maar ga je nog wel weg dan? Ja, vanzelf. Dus je stapt nog gewoon en vanavond ga je waarschijnlijk ook stappen? Ja, maar het is niet dat mensen met u gaan houden of zo. Ja, wat als mensen jou gaan tegenhouden dan? Wat ga je dan doen? Nou, dan kom ik daar nog langer op aan. Dus altijd wel een plekje waar je kunt zitten? Ja, dat ook. Okay. Nou, toppie. Nou, Menno zegt gewoon dat hij gewoon gaat stappen. Dus, toch? Ja. Ja, Menno is geen 18, maar Menno, kom. Het is zaterdag. Wij doen gewoon een borrel. Proost. Proost op de nieuwe wet. Leuk dat je keek! Deze week! Wat doen we volgende week? Nou, dan hebben we 2 nieuwe dames bij Beneden Pijl. En zij, dat doen helemaal dropping.